We demonstreren wat af in Nederland. In Den Haag vonden 20 jaar geleden zo'n 350 demonstraties per jaar plaats, terwijl dat nu richting de 2000 per jaar gaat. De burgemeester heeft aangegeven dat ze niet wilde dat we hier zouden demonstreren in de plaza. Het zijn vreedzame mensen die vreedzaam protesteren, die zich heel erg zorgen maken over de klimaatcrisis. En dat moet gewoon kunnen, protesteren. En ja, plotseling staat de politie daar met zwaar materieel. Dat is natuurlijk bijzonder vreemd, want wij hebben zelf in Nederland het demonstratierecht. Het beperken van de demonstratievrijheid mag niet zomaar in Nederland. Sterker nog, demonstranten mogen eigenlijk meer dan we denken. Wat mag er nu wel en wat mag er niet? Dat vertel ik je in deze video. Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Dat mensenrecht is vastgelegd in internationale verdragen. Ook is het verankerd in de Nederlandse grondwet, in artikel 9, waarin wordt gesproken over het recht tot betoging. Dit recht tot betoging is verder uitgewerkt in de Nederlandse demonstratiewet. De wet openbare manifestaties. Hierin staan de regels over het omgaan met demonstraties voor met name burgemeesters. Maar de demonstratiewet heeft niet op elk demonstratievraagstuk een antwoord paraat. Daarover vertel ik je zo meer. Eerst, wat mag je als demonstrant wel? Heel belangrijk is dat je volgens de Nederlandse regels zonder vergunning mag demonstreren. Wel moet je je demonstratie vooraf bij de burgemeester aanmelden. Maar doe je dit niet, dan mag de burgemeester jouw demonstratie niet om deze reden verbieden. Ook mag je zelf bepalen waar, hoe en wanneer je wil gaan demonstreren. De burgemeester moet zijn uiterste best doen om dat protest te faciliteren. Het liefst binnen zicht en geluidsafstand van datgene waartegen jij wil demonstreren. Dus niet ergens op een afgelegen weiland als jij zegt bij de Tweede Kamer te willen demonstreren. Verder mag een demonstratie best wel hinderlijk zijn. Je mag zelfs aanstootgevende teksten roepen of op je protestbord zetten. Dat valt namelijk onder ons recht op vrijheid van meningsuiting. Maar dat iets een demonstratie is, betekent niet dat je als demonstrant alles mag. Doe je iets dat strafbaar is, dan kan je daarvoor worden aangehouden en voor worden veroordeeld. Zoals de actievoerder die werd veroordeeld voor het bedreigen van politicus Thierry Baudet tijdens een demonstratie. En demonstreer je gewelddadig of met het doel om het anderen onmogelijk te maken om te demonstreren, dan is er überhaupt geen sprake meer van een demonstratie. Denk aan de blokkeervriezen die de snelweg blokkeerden om te voorkomen dat anti-Zwarte Piet activisten in Dokkum konden demonstreren. Het blokkeren van de snelweg, wat Extinction Rebellion doet, valt nog wel onder het demonstratierecht. Dat is omdat Extinction Rebellion vreedzaam demonstreert. Dit betekent dat ze geen geweld gebruiken of geweld als doel hebben. Maar de burgemeester mag demonstraties op de snelweg wel beperken of, in het uiterste geval, verbieden. De burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde, kan een demonstratie in 3 gevallen beperken of verbieden. 1. Ter bescherming van de gezondheid. Tijdens de coronapandemie is deze grond vaak door de burgemeester gebruikt om te zorgen dat demonstranten afstand van elkaar zouden houden. 2. Ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden. Als demonstranten bijvoorbeeld strafbare feiten plegen of als daar een grote vrees voor is. Of 3. In het belang van het verkeer. Bijvoorbeeld als een demonstratie ernstige verkeershinder veroorzaakt, zoals toen protesterende boeren brandende balen hooi op de snelweg dumpten. Is hier sprake van, dan mag een burgemeester een regel aan het protest verbinden, zoals dat demonstranten op een andere plek moeten staan. Dit zag je bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12. Hier had de burgemeester op basis van de beperkingsgronden vooraf aangegeven dat ze daar niet mochten staan. Toch kwamen demonstranten massaal naar de A12, waardoor ze de regel van de burgemeester overtraden en daarmee een strafbaar feit pleegden. Met als gevolg, de politie hield honderden demonstranten aan, omdat ze daar niet mochten protesteren. Daarnaast zijn nog een paar dingen van belang. Een demonstratie verbieden omdat andere mensen gewelddadig op die demonstratie reageren, mag alleen in het uiterste geval, als er bijvoorbeeld niet genoeg politie beschikbaar is om de demonstranten te beschermen tegen geweld. Maar in de praktijk komt dit bijna nooit voor. En over de inhoud van een demonstratie heeft de burgemeester niets te zeggen. Het oneens zijn met het protest zelf is geen geldige reden om het te beperken of verbieden. Zo tikte de rechter een burgemeester op de vingers omdat hij het tonen van een hakenkruis tijdens een demonstratie had verboden. Maar dat ging over de inhoud van het protest. Een burgemeester kan dus discriminerende uitingen niet verbieden. Het beperken van het demonstratierecht kan in de praktijk best lastig zijn. Kijk maar naar de anti-abortus demonstraties voor abortusklinieken.
Bij de meeste abortusklinieken in Nederland wordt er wel eens tegen abortus gedemonstreerd. Bezoekers van de kliniek worden soms aangesproken, lastiggevallen of zelfs gevolgd. Daarmee worden zij beperkt in hun recht op privacy. Volgens de Nederlandse regels mag je zelfs voor de deur van een abortuskliniek demonstreren. Het is niet verboden om op een openbare plaats, zoals een stoep, te demonstreren. Maar omdat er hier eigenlijk sprake is van een botsing van mensenrechten, aan de ene kant het demonstratierecht en aan de andere kant het recht op privacy, leggen sommige burgemeesters beperkingen op aan anti-abortusdemonstranten. Die beperkingen zijn volgens de wet niet altijd toegestaan. Je mag in Nederland een demonstratie niet beperken ter bescherming van een ander mensenrecht, zoals het recht op privacy. Want dat valt niet onder die drie strikte beperkingsgronden. Dit zorgt in de praktijk voor ingewikkelde situaties, waarbij burgemeesters soms onterecht beperkingen opleggen aan de demonstranten. De demonstratiewet houdt in zo'n situatie dus weinig rekening met andere mensenrechten. Zoals je ziet is het demonstratierecht best complex, met veel nuance. De reikwijdte van het recht is groot. En de burgemeesters moeten hun uiterste best doen om jouw protest zo goed mogelijk plaats te laten vinden. Maar demonstranten moeten zich wel aan de wet houden. Ook mag de burgemeester een demonstratie beperken, in het belang van die drie gronden. Beperken mag dus alleen als het echt noodzakelijk is. En helemaal verbieden is bijna nooit toegestaan. Want uiteindelijk is demonstreren niet een gunst, maar een recht. Tandenknarsen. Dat is toch slecht voor je gebit? Dat klopt niet helemaal. We weten inmiddels dat tandenknarsen ook gezond voor je kan zijn. Ik ben Rislaine Arap, tandarts, en in de volgende video leg ik je uit hoe dat zit.